De Nederlandse taal is een lastige taal om te leren en heb je dus niet gemakkelijk onder de knie. De bibliotheek in Peel en Maas organiseerde daarom donderdag het eerste taalcafé. Het taalcafé is bedoeld voor iedereen voor wie het Nederlands niet de moedertaal is, maar die graag het Nederlands beter wil spreken en lezen. Ik denk dat er nog veel mensen in Limburg wonen die de Nederlandse taal willen leren. Die ook hier werken en die heel graag nog beter de Nederlandse taal gaan leren. Dit is een goed idee voor gemeente in taalcafé. De taalcafé is een mooi idee en alle mensen in contact en praten met hem. Dit is heel, heel goed. Ik vind het heel mooi. Een van de deelnemers aan het taalcafé is de uit Iran afkomstige Moussa Moussaoui. Hij woont sinds 5 jaar in Panningen. Ja, de Nederlands ook moeilijke taal kan ook altijd open en thuis en luisteren naar radio en kijken naar televisie, lezen met krant ook. Ik vind in altijd lezen met krant en met boeken. De burgemeesters van Heusden en Bokstol gaven onlangs een pleidooi voor het integreren van vluchtelingen meteen na aankomst door hen de taal te laten leren en te laten werken. Een goed idee vindt ook Ali, deelnemer aan het taalcafé. De Nederlandse taal van nieuwkomers zal het best wel moeilijk zijn, denk ik. Want mijn ouders wonen hier bijvoorbeeld al 30 jaar, zijn ook vluchtelingen, dus ik weet hoe zij zich voelen dan. En ze spreken niet echt goed Nederlands, na al die jaren. Dus dat is best wel belangrijk om ze ermee te helpen. Het doel is dat de mensen in groepjes een onderwerp kiezen en dat we daar de hele ochtend over praten. Dat ze daardoor de taal beter leren. Bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek of boodschappen doen en dat ze dan die taal beter leren. Ik denk vooral de grammatica en dat niet meer kunnen communiceren met anderen. Want je bent meer bezig met je eigen gemeenschap en je zit daar meer in. Het taalcafé is elke donderdag van 10 tot 12 uur geopend in het huis van de gemeente in Panningen. Er zijn op dit moment 4 vrijwilligers actief. De bibliotheek is op zoek naar nog meer vrijwilligers die willen meehelpen.